It's all I wanna do. En welkom bij de tweede video vandaag hier op mijn kanaal Chester. En vandaag spelen we een potje Kill Confirmed op de map Nuketown 2065. Maar het is gewoon Nuketown. Dus we gaan spelen met de KN44 natuurlijk. Oftewel gewoon een AK eigenlijk. En de Annihilator natuurlijk. Omdat ik gewoon eventjes wil afwisselen in... hoe zeg je dat? In specialist personages. Ik kan even niet op woord komen, maar... Op mijn KN44 zit een high caliber, quick draw en adjustable stock natuurlijk. Ik speel met de UAV, counter UAV en de Wraith. We gaan natuurlijk kijken of we even een paar van deze streakjes kunnen gaan halen. Zo niet, is dat jammer. Zo wel. Zo, dat hartstikke mooi zijn. Ik krijg alleen maar hitmarkers. Ik heb ook bijna scavenger unlocked met 3 levels. Dus die wil ik wel even unlocken natuurlijk. Even weg hier. Oh my god, de handguns zijn zo OP in dit spel. Ik snap niet waarom ik knijfde of sloeg. Doe ik altijd uit de reflex. Dat is fucking dom eigenlijk, maar goed. Moet ik even afwennen gewoon. Eigenlijk aan de ene kant ook wel beter dat ze dit in het spel gewoon niet hebben gedaan. Omdat je daar dan anders zo vaak doodgaat als ik bijvoorbeeld die gozer had geknijfd. Ja, dan had hij dood geweest. En ik had het ook niet leuk gevonden als ik... Ik had het ook niet leuk gevonden... Als ik daar op de trap had gestaan en dan zo gekild zou worden. Dus vandaar, ik weet dat je deze video niet kijkt. Maar je hebt een hele goede game neergezet, vind ik tot nu toe. Ik heb ook mijn allereerste keer 10.000 punten gehaald. Op Safeguard was het, geloof ik. Nee, op Hardpoint. Sorry, op Hardpoint was het. Hardpoint heb ik 10.000 punten gehaald. En 60 kills. Ik heb de tweet op Twitter gezet, de foto. Dus als je die nog niet hebt gezien, kijk hem dan eventjes. Moet je gewoon even bij mijn foto's kijken. Maar we gaan niet zo lekker, jongens. Even een beetje concentratie erin gooien. Kom op. Holy shit, dit was echt kut van mezelf. Er staan 7 om 6 op dit moment. Even een beetje... doorspelen, boys. Kom op. Geen domme des maken. Oké, jij staat AFK. Outrider kill. Hij komt hierheen. Sowieso. Ja. UAV is binnen. Oh, wacht. Even wachten, verwachten. Teammate. Holy shit. Dit ding erbij pakken, de annihilator. Count UAV inkallen. Go. Nee! Ik had bijna mijn raid nog 4 kills, moest ik. Jammer man, de Wraith is echt gewoon fucking chill. Ik heb hem al een paar keer gehad zonder op te nemen. Holy shit, dat ding is echt fucking chill. Hij gaat natuurlijk... Het is een soort van stealth chopper, alleen dit ding... blijft gewoon echt als een malle doorschieten gewoon, echt waar. Niet normaal, hij maakt ook echt een fucking hard geluid. Oh my god, mijn ammo was op. Kak, ik moest reloaden. Shitty tits. Wat gebeurt hier dan? Let's go, boys. We hebben ze allebei even opgepakt daar zo. Komt-ie. Ja, joh, ik kan gewoon wallbangen. Oeh, we hadden even een triple kill binnen en een blue jersey daar zo. Het zijn 22-9 op dit moment. We gaan best wel lekker. Daar zit hij. Oh, ik zag hem te laat. Ah, ik zag hem echt net iets te laat, jongens. Holy shit. Maar, als jullie deze video natuurlijk nu nog kijken, laat even in de comments weten wat jullie favoriete wapen is. Ik zou het even willen weten. Die van mij is de Razorback, alleen die kan ik nog niet gebruiken. Oh, kijk, ik sta de centrum in daar zo. Die kan ik nog niet gebruiken, dan ga ik toch wel voor de CUDA. Dus laat even weten, jongens. Typ het even in de comments wat jouw favoriete wapen is natuurlijk. Wow, ik word genijfd. Of geslagen, hoe je het wil noemen. Teringzooi. Maar laat natuurlijk even weten wat jullie... Fuck! Worden we gespant, hè, man. Wat jullie fucking favoriete wapen is. Zo. Kom op, jongens. We staan fucking ver voor. Dat betekent nog niet dat we gespant hebben hoeven te worden.
Nu juist in een spam drive, let's go. Kom op. Draai niet om. Mooi zo. Spannend zijn weer. Spannende blue card, denk ik. In mijn rug. Ai, ai, ai. Ik had bijna mijn UAV binnen. Oké, ja, we spelen weer op de map Nuketown. Omdat ik even zin heb om Nuketown natuurlijk even te spelen. Omdat het altijd lekker wat druk is. En dat het wel een actievol potje is. Maar, zoals jullie natuurlijk zien, komen er vandaag 3 video's online. En ik zal het gewoon een paar dagen volhouden. En dan gewoon weer afwisselen met 1 video per dag. En ik hoop dat jullie het leuk vinden. Dus vergeet even niet je blauw duimpje omhoog achter te laten natuurlijk. Voordat het echt fucking veel edit werk. Want het is best wel stressed om alles nou gewoon te uploaden. En gewoon door te spelen, et cetera. Dus een likeje zou altijd gewaardeerd worden, jongens. Let's go. De lijn boven. Fuck off, meld. Fuck off! Zo. We staan 33 om 16. Oh my god, waarom? Dat soort deads zijn zo dom om te maken. Echt ongefucking lovelijk om zulke deads te maken. Daar kan ik nou echt boos van op mezelf worden. Serieus. Als ik zulke deads maak. Kathik. Kijken, waar spannen ze? Daar dus. Of niet? Nu weet ik niet. What the fuck, man? Je hebt nooit genoeg fucking kogels om 4 man te killen in dit spel, man. Nooit genoeg, echt niet. Dat lukt je gewoon niet. Het is mij nog niet gelukt in ieder geval. Het lukt niet met de Kuda, het lukt niet met de... Oh kak, hij zit naast me gewoon. Het lukt niet met de... KN, het lukt niet met de Man of War. Ik denk dat je dan echt een LMG nodig hebt. Of echt gewoon zo'n specialist. Maar ja, dat is wat anders een specialist dan echt een normaal wapen. Want specialists zijn altijd een beetje te OP. Ik ga ook binnenkort... zou ik ook wel even reject gebruiken om te laten zien dat het nog steeds zo fucking OP is. Het is echt niet normaal hoe OP die ik, dat ding nog is, jongen. Serieus waar. Zit hier boven eentje. Niet meer. Zo de spanners hier. Oh my god. Ik schoot geloof ik al, maar hij was niet dood. Maar hij ging niet goed door de hit detectie. Maar. Kom op jongens. We gaan het bijna winnen. Nog 13 punten. 13 punten. Zouden we centrum kunnen in de span? Ik kan daar nog steeds gewoon jullie killen hoor. Wow, ik heb hier zo geluk. Ik kan nog die battle trouwens. Lol. 45 om 21. Kom op boys. Nog 8 confirms. Oh, die centrum zat er nog. Oh. Let's go. UAV'tje nog even inkallen. Nog even de laatste paar kills bij elkaar proberen te smokkelen. Let's go. En dan hebben we alweer gewonnen. 100 om 57 natuurlijk. Eindscore was 49 om 21. 70 confirms. En 1 deny. Een score van 5405 punten. Dus mocht je het hebben van deze video. Laat even je blauwe duimpje omhoog achter. Vergeet natuurlijk de video om 6 uur vanavond niet te checken. En dan zitten deze 3 video's per dag alweer op. Dus jongens. Super bedankt voor het kijken in deze video. En hopelijk ook tot 6 uur. Dus bedankt voor het kijken. En tot straks jongens. Later.